De Lingeburg bij Beest wordt na 70 jaar trouwendienst gesloopt. Dit is het gevolg van de verbreding van de A2. Omdat de scheepvaart geen hinder mag ondervinden, worden de werkzaamheden boven het water 's nachts uitgevoerd. Men heeft erom gekozen voor een sloopmethode die minder geluidsoverlast veroorzaakt. Het beton van de burg wordt gekraakt met een soort tang, alsof een prehistorisch dier de burg opveet. Een van de sloopmachines bevindt zich op de burg, de andere op een ponton onder de burg. Deze ponton dient tevens om het puin op te vangen. Bij de burg is een informatiepunt ingericht waar belangstellenden de werkzaamheden kunnen volgen. Er komt dus zo meteen een ponton onder. Ja, een aantal. Ze komen eraan. Ik ben Gerrit Schelling, ik ben toezichthouder van het werk hier. En we zijn hier nu aanwezig bij de sloop van het kunstwerk in Beest over de Linge. Thank you.